Hallo bij Legion en welkom bij een nieuwe part van Kill the Bad Guy. Ja. Ik ga niet liegen. Ik zit hier nu al 10 minuten om dit te doen. Waarom? De game werkt niet meer. Je hebt het gezien. Kijk nou weer. Die boom ligt daar en hij loopt gewoon rechtdoor. En je hebt het gezien in de vorige part. We hebben het voor elkaar gekregen door die boom om te zagen. Dat hij niet rechtdoor loopt. Maar rechtsaf gaat. En om onbekende reden, als ik exact hetzelfde nu doe, hij wil niet naar rechts toe. En dat is echt zo fucking frustrerend. Dat is gewoon niet te... Niet te doen. Laat het allemaal ophouden. Maar ik neem aan dat je dat snapt. Dit is echt wel iets waar de game niet mee werkt. Kijk, hij loopt weer rechtdoor. Hij moet naar rechts toe. Hij moet naar rechts toe, anders kun je hem niet killen. Dus als ik de boom nog zo neergooi, het maakt allemaal geen zak uit. Hij wil gewoon niet dood. Oh. Hij loopt weer rechtdoor. Zie? Het is echt onbeschrijfelijk. De ene keer loopt hij naar rechts toe als je dit doet, en de andere keer loopt hij rechtdoor. En dat mag niet. Niet in een puzzelgame. Dat houdt namelijk in dat er een random iets is hier. Of hij loopt rechtdoor, of hij gaat rechtsaf. En je moet maar net geluk hebben dat hij rechtsaf gaat. En dat is prima voor sommige games. Maar niet voor een puzzelgame. Waar het afhankelijk is voor de hele puzzel. Want hij loopt godverdomme de hele tijd rechtdoor. Ook al zag ik die boom zo af. Schuin. Je kunt daar in principe niet langs. Nou ja, er liggen blaadjes. Maar je snapt wat ik bedoel. Het boeit hem niet. He doesn't give a fuck. We moeten deze nog even zo. Weet dat hij nou ook gewoon rechtdoor loopt? Nee, nou gaat hij rechtsaf. Vallen kut. Allee, nou moeten we alleen de auto goed timen. Ontploft die fucking auto niet? Kunnen we... Nou loopt hij daar het level uit? Oh nee. Daar hadden we hem toch niet mee gekregen. Nou, dit is toch onbeschrijfelijk. Loopt hij eindelijk naar rechts toe? Ontploft die fucking auto niet zoals in de vorige part? Dat is toch gewoon echt onbeschrijfelijk. Hier word je gewoon verdrietig van. Serieus. Dit is een leuke game en ik geniet ervan. Maar ze moeten niet met deze bullshit aankomen. Want dan is het echt weer zo'n kill him moment, zeg maar. Als jullie het allemaal nog herinneren. Tenminste, de wat... Wat oudere subscribers zullen het wel herinneren. Maar dat is altijd iets standaard van... De game werkt weer eens niet mee. Je weet wat je moet doen. Je doet het zoals het moet. Maar de game reageert er niet op. En dat gebeurt nog wel eens vaker in games. En dat is gewoon irritant en frustrerend. Dus ik blijf lekker doorzagen. Die hoeft eigenlijk helemaal niet gezaagd te worden volgens mij. Want hij ging natuurlijk rechtsaf. Toen we alleen deze boom hadden vannacht. Maar ja. Oh. Ja. Oh. Oh ja, we zullen hem even versnellen. Hij loopt weer rechtdoor. Dit is zo fucking onmogelijk. Hier, ik ga dit gewoon... Loop eens door, jongen. Kut. Als hij nou opeens rechtsaf gaat, hè? Nope, zie, rechtdoor. Who the fuck? Echt. Game, serieus. Leg mij de fucking logica hier eens achter uit. Oh. Want er zit gewoon geen logica. Hij loopt weer rechtdoor. Je hebt net gezien. Ik heb niks anders gezaagd. En hij gaat rechtsaf. Ook al zag eigenlijk deze bomen erbij. Dat boeit geen zak, beter dan je weet. Oh. Nou wel weer. What the fuck? Oké, nou dan gooien we hem voor... Wedden als straks, hè, als dit niet lukt, van die auto ontploft niet, let maar op. Wedden dat ik nog een keer probeer dat er niks aan de hand is. Oh, hij loopt in het vuur. Hij loopt door het vuur heen. Oh, ja, hij is dood. Vraag me niet hoe. Die explosie hier lanceert hem daar. Ik vind het best. Fuck it. Het is eigenlijk gelukt. Fucking hell game. Een fight op. Godverdomme, ben ik paswoord vergeten. Fuck die golden star. Ah, volgende. Jackie. Marseille. That one deserves the electric chair for sleeping with my mom. Oké. Okay. Gaan we gewoon positief de game in.
niks in handje. Er zijn meerdere auto's die we kunnen saboteren, dus dat is leuk. Oh, die auto is lekker bezig voor de politie. Rechtsaf in voorrang, kut. Oh, dat was echt spijtig. Ik wou me hard aanrijden daar, jongen. Oh, een dode hond, alweer. Are you serious? Extra hours. Oké, zal wel. He deserves the electric chair of zo was het toch? Oh, hij is nou in ieder geval dood. Waar is die tand van die kut? Ah, die is weg. Fuck it, hij is dood. Dat is het belangrijkste. We hadden hem ook kunnen killen met iets anders. Maar fuck it, hij is dood. De bad guy is dood, dat is het belangrijkste nogmaals. Oké, we gaan naar Freddy uit Texas. Look at how those fools park the car. They don't even deserve to have one. Oftewel, blaas alle auto's op, vermoed ik. Ergens een paspoort. Nope. Oké, het zal wel onder een van die auto's liggen. Moet ik? Wauw. Dus deze moeten we oplossen door al die auto's weg te rijden. Denk ik. Het ziet er interessant uit. Oké, dus die. 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 En dan volgens die. Dus die kan nu wel weg. Dan kan die weg, wat hem waarschijnlijk bang maakt. Nope. Dan kan die weg, wat hem ook niet bang maakt. Oké, daar hebben we het paspoort. En dan kunnen we hem hier aanrijden. In 3, 2, 1, get wrecked, bitch. Tand. Oké, we hebben de tand was door een gebouw ingepakt. Ik vind het allemaal best. Zolang hij maar dood is. Holy crap, die auto vloog trouwens. Fucking ziek. Alright, volgende. One of the bystanders is shy. Send him something to eat to make him join the party. John Doe at any land. Oké. Okay. Alright, we kunnen dat daarmee combineren. Putdeksel, wat kunnen we daarmee doen? Ik heb een god geen idee. Send him something to eat. Ah. Wat doet dit eigenlijk? Oh. Oeh. Fancy. Oh ja, dat is wel cool. Dat is wel cool. Maar we hebben die andere mensen die een probleem vormen. Ben ik bang. Oh, hij wordt gelijk al bang. Jesus Christ, waarom wordt hij zo snel bang? Ah ja, dat gooien we daar neer. Dat mag open. Hij is hier voorbij, dus dan kunnen we dit vastknippen. Dan kunnen we een broodje hier... Die ene gast zal waarschijnlijk opvallen. Oh wow, dit is langzamer dan ik dacht. Oh. Ik had verwacht dat het sneller zou zijn, maar dat valt sowieso in die ene dude op. Nee, dat boeit hem niet zoveel. Kut. Oh fuck. Hij zag mij dat ding openmaken. Goddammit. Ik denk wel dat dat eigenlijk de oplossing is zoals we deden. Die ene dude afleiden. Zodat we die andere dude snel kunnen killen met dat putdeksel ding. Dus dit moet daar. Fruit moet daar. Die hoeft eigenlijk niet dat touw, maar dat is een ander verhaal. Dus leiden we deze dude zo af. Hier gaan we aan werken en dan hadden we... Oh. Nu die...
Mooi huis dood. Tand. Kijk, en niemand is het opgevallen, want die duwt die... die liep met de rug naar hem toe. Oh. Oké, dat ziet er goed uit. Ik ben de best. Nogmaals, hij is dood. Het doel is, kill the bad guy. Dat hebben we gedaan, dus klaar. This bakery does the best bread. Don't let the bad guy try it. Oké. Okay. Paspoort weer onder een gebouw. Zoals elke keer. Wat kunnen we hiermee doen? Ah, oké. Okay. Duidelijk. We kunnen dus lantaarns kapot maken. Die dan op zijn bakkers vallen. Oh, hij zag iets. Oh, die zijn fucking langzaam trouwens. Jesus Christ. Oh ja, dat valt fucking langzaam. Dat valt hem wel op volgens mij. Dat haalt het net niet. Dat wel. Volgens mij. Ik ben benieuwd of hij die stokboot gaat halen. Het lijkt erop van wel. Dus in principe kunnen we gewoon hier killen volgens mij. Ik denk het wel. Volgens mij hoeven we niks te doen. Behalve dit ding vernachelen. Op deze manier. En die misschien deze kant op. Voor het geval dat. Zo gauw als hij hier bij de bakkerij is. Dan kunnen we hem gewoon volgens mij om laten flikkeren. En dan is hij de lul. Denk ik. Dat is even versnellen. Voor iets. Oké. Okay. Ja, yep, hij is dood. Oh, je serieus? Dat zien andere mensen. En dan is dat het probleem natuurlijk. Oh. God damn it. Allee, kunnen we die andere lui uitsluiten van iets halen? Oh, die man is dood. Oh, dat boeit daadwerkelijk. God damn it. We mogen geen innocent mensen killen. God fucking damn it. Mijn plan was namelijk om die deur te blokken. Nee, oh for fuck's sakes. Die deur liep ernaast. En toch ging die dood. God damn it. Ah, ik weet in ieder geval dat dat werkt. Maar is het alleen nog van... Nee, niet doodgaan. Godverdomme. Hij is niet eens in de buurt. Had ik heel veel deze game gemaakt met Unity Engine. Verklaart dat veel. Best wel, hè. Nou ja, er kunnen wel leuke games en dingen gemaakt worden met Unity Engine, of course, maar... Zijn er niet veel. Kijk, hier, waar gaan we die kant op met jou? Oh, jij staat dan tegen een gebouw aan. Dat was eigenlijk wel te verwachten. Nee, jij moet niet omlopen. Kut. Jij moet oprotten. Ga dood. Nee. Hoe de fuck zie jij het, jongen? Jij staat godverdomme aan de andere kant. Jouw zichtveld was niet zo ver. Krijg lekker tyfus en ga dood. Oké. Die ligt heel mooi, naar mijn mening. Die ligt ook prachtig. Hopelijk blokt dat mensen, waarschijnlijk niet. Allee, dus die duurt hebben we sowieso last van. Hoe de fuck, jongen? Dat valt echt net binnen zijn zichtveld. Allee, we gaan die ene lamp, als dat werkt, gaan we die anders leggen. Dat is deze... Hopelijk blokt dit die ene gast. Ik ben bang voor niet, maar who the fuck knows. Misschien wel. Oh, kut. Nee, hij hoort dat het kraakt natuurlijk ook. Fuck. Ah.
Oh ja, alles komt goed. Ooit. Ik moet alleen hopen dat die ene dude daar niet langs loopt. Omdat die gewoon niet wat kan. Ze lopen er net langs, volgens mij. Hij loopt er gewoon door zo heen. Are you serious? Wat? En dat ziet niemand? Die dude loopt op dezelfde fucking plek. Hij heeft in ieder geval, voor mij heb ik gold. Denk ik. Hij loopt op de... Hij zit dan weer. Van die andere gast. Ik heb secondary deck. Hij heeft geen brood geproofd game. Fuck jou. Oh my god, wat is dit? My wife disliked the smell of roasted bad guy in the morning. Kill in Burma. Allee. Daar is het paspoort. Dat is niet zo moeilijk. Oh, what the fuck is dit? Is dat een stront? Oh nee, overview. Holy crap. Oké, dat is wel cool. Ik zie al wat er moet gebeuren, denk ik. Ik vraag me alleen af waar ik die ramp niet moet flikken. Ik vermoed dat het zo moet. Als dit werkt, lach ik mij dood. Please werk, ontplof. Yes! Hij is dood. Get wrecked. Vraag me niet waarom het geluid opeens weg is. Daarnaast het geluid opeens weer. Oh hey, he can keep on running. Die was simpel eigenlijk. Die was wel heel snel gefixt. Zag er ook cool uit. Is dat golden? Nope. Ook al was het burning nog wat in de morning, maar dat is een ander verhaal. We zijn bij nieuwe dingen aangekomen. Ik weet niet wat dit is. Even terug. Nummer 2. Angry dogs. Oké. Okay. Be economical. Kill the bad guys. Angry dogs. Oh, wow. Wat is dit dan? Oh my god. Angry birds. Maar dan met hondjes. You got to be fucking kidding me. Is iedereen dood? Wow. Ik ben zo goed in angry birds. Dat is gewoon eng. Angry birds. Oh. Find the godverdomme, ik had het paspoort niet gevonden. Kon dat? What the fuck? Ah, daar. Denk ik. Of niet? Yep. Oké, poging nummer 2. Please laat iedereen doodgaan. Deze keer gaat niet iedereen dood. God damn it. Angry dog. Dit, zoals ik al eerder zei, het zijn allemaal van die parodie-achtige dingen op andere games. Ik vind het echt niet slecht eigenlijk. Ik vind het wel goed gedaan. Oké, deze misschien. Ja, denk het wel. Nee, die dude daar ging niet dood. God damn it, die dude daar trouwens ook niet. Hij moet volgens mij allemaal met één hond normaal. Doorgedacht dat ik dat zou zeggen. Het moet allemaal met één hond. Hallo, Zambalba. Waarom zweeft iedereen in de lucht? Geen idee. Ah, ja, laat dit goed zijn. Hopelijk. Dat blokje moet daarheen. En jij moet dood. Nope, dat wordt hem niet. Nou, fuck it. Maakt het niet uit. We hebben bijna alles hier goed gedaan. Bij Angry Dogs. Dat is echt geniaal. Alright, we gaan Jack killen. Pride and illness. You know, girls are wrong about one thing. Being fast can sometimes have benefits. Oké, Jack uit Londen. Is dat Jack the Ripper? Moet je dat voorstellen? Hondje. Oh, hondje. Alright, dan loopt hij in ieder geval die kant hier op. Oh, kut. Oké. Ah, neem aan dat hij weer terugloopt. Oh. Aha. Je kunt het op twee manieren doen. Dan maar die. Als die ene niet werkte, dan maar de ander. Oh, paspoort ook gelijk mee. Dat is nog net allemaal gelukt, denk ik. Oh, get wrecked. Die was vrij simpel eigenlijk. Sommige zijn echt super simpel en andere, daar moet je echt even over nadenken en net doorhebben wat je moet doen. Of de game moet meewerken, zoals in het begin. I'm having a barbecue on Saturday. Could you bring me a nice leg of lamb? Oké, Frank.
Sorry Frank. Heet dit die eerst Frank? Ik heb niet opgelet. Ja, die heet Frank. Sorry Frank. Ik weet dat er een Frank is die kijkt. Waarschijnlijk. Nou ja, er zijn meerdere Franks die kijken. Oh my god. Nou boeit het hem niet. Dat is fucking geweldig. Ik heb geen idee wat dit ding doet eigenlijk. Ah, oké, dat is dat ding. Ik weet wel wat het doet nu. Loopt haar gewoon daar naartoe in het einde van de straat, dat is het. Get right. Wat? Dat boeit hem niet? Hij boeit zoveel. Hij boeit hem zoveel. Dat hij zit te janken. En dat boeit hem niet? The fuck? Oh nee, ik zie vuur. Help, ik ren weg. Oh ja, dan moeten we eerst die doen. Eerst die linker, zo snel mogelijk. Dan kunnen we dit plaatsen zonder enig probleem. Die auto's kunnen we niks meer doen. Alhoewel, we wedden dat onder een van die auto's fucking paspoort zit. Dat is vrijwel zeker. Yep, see? Told you. Hoe de fuck blokken we hem zodat hij die kant op loopt? Ik heb geen idee. We zijn nu te laat. Yep. Ik wil dat cirkelzagen ding gebruiken namelijk om te killen. Dat is leuk. Dan boeit het hem weer. Volgens mij moeten we eerst gewoon nog het fikje aanzetten. En daarna pas dat paaltje. Godverdomme. Dat systeem met klikken en shit. Dat lijkt echt van. Voor een, godverdomme voor een iPad. Of voor een tablet. Gewoon normaal tablet natuurlijk. Eigenlijk is een iPad een tablet. Maar je snapt wat ik bedoel. Het zat niet eens binnen je vision cone, jongen. Kut. Ga lekker oogbal tyfus kweken ofzo. Fuck off. Vraag me niet of het oogbal tyfus is, maar het zal vast niet fijn zijn. Ah, dan boeit het hem wel weer. Ik had hem kunnen killen, denk ik. Discretion. Nee, niet echt. En ik kwam tegen mijn microfoon aan. Dus als je dat hoorde, mijn excuses. Nou boeit het hem niet. Oké. Loopt hij over die olie shit heen. Als hij dat doet, zou hij echt dom zijn. Oh, wat ben jij dom. Hij burnt niet? Hoe de fuck, hij stond in dat vuurgame. Krijg tyfus, jongen. Unity engine. Stuk stront. Hoef je dit niet eens te activeren. Fuck dit ding ook gewoon. Hoef je al niet te activeren. Hoe de fuck, jongen. Echt Unity crap engine. Fucking hell. Eerlijk is eerlijk. Dat slaat nergens op. Ja, ga weg in het paspoort. Let op. 3, 2, 1. Burn in hell. Hij burn niet. Hij staat er middenin. Echt serieus. Maar ja, dan moeten we... Ik weet alsnog hoe het moet. Denk ik. Hoop ik. We moeten alsnog snel zijn met dit ding. Snel zijn met dit ding. Dan die auto voor het paspoort. Ah, we moeten wachten tot hij erin staat. Oh, kut. Oh ja, ik dacht dat kunnen we ingedrukt houden. Maar dan moeten we beter timen. Fucking hell. Wat een gedoe. Hier moet je echt snel voor zijn. Of ik doe het gewoon compleet fout. Maar op zich, volgens mij kun je het wel op meerdere manieren doen. Dus dat scheelt wel.
Maar alsnog, als hij in fucking vuur staat, come on. Oh, net voor zijn woorden langs. Nee. Godverdomme. Oh, die controls zijn zo half bakje. Ik zeg eerlijk, dat zijn echt kut controls. Die game is leuk. De ideeën zijn leuk in de game. Maar die controls zijn wel een beetje half bakje af en toe. Oh. Haha, eindelijk. Vraag me niet waarom de game lagt. Dat is Unity Engine. Hij is dood. Ik heb zijn tand niet opgevangen trouwens. Fuck it. Hij ging wel mooi dood. Nee, dat eerlijk is eerlijk. Hij ging mooi dood. Het is gelukt. Is goed genoeg voor mij. Hij is dood. Ja, Li Gang, Hongkong. Wat iets voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie het nog weer leuk vinden. Als je het leuk vindt, vergeet niet even te liken. En ik hoop jullie dan weer te zien in de volgende video. Laters.